Wethouder Mary van Gent dook zaterdagmorgen het water van het oude veer in Annapolona. Ze zwom voor Swim to Fight Cancer en liet zich niet tegenhouden door wind en regen. Nee, weet je, het water is ook nat, hè? Dus nat worden we toch vandaag. Dat is waar. Wat gaan we doen? We gaan een stukje zwemmen. En symbolisch zwem ik dan voor alle inwoners van Hollands Kroon, omdat het evenement dit jaar niet door mag gaan. En wij het heel belangrijk vinden dat er geld opgehaald wordt in de strijd tegen kanker. En kunt u eens laten zien waar het stukje is waar we gaan zwemmen? Nou, we gaan eerst die kant op. We gaan vanaf hier erin en dan gaan we die kant op. En dan komen we weer terug. En hoeveel kilometer is dat? Nou, dat weet ik niet. Niet zoveel. Nee, ik denk dat we ongeveer een kwartiertje zwemmen. En hoeveel geld denkt u dat er mee opgehaald gaat worden? Nou ja, we hebben een kleine ton nodig voor het onderzoek. Ik weet niet of we dat gaan halen. Er wordt nog steeds gedoneerd, dat zag ik wel. Dus, maar ik weet nog niet wat de landelijke stand is. Daar ga ik straks naar kijken. We hebben er zin in. We hebben het mooie weer meegenomen. En nou, we gaan er gewoon wat moois van maken. Nou, we laten ons niet tegenhouden door het weer, toch? Daarom. En het is alles om voor meer aandacht voor het goede doel natuurlijk. En hopelijk kunnen we de aandacht en de warme gedachten voor het onderwerp vast kunnen houden. Ondanks deze coronatijd. En hopelijk volgend jaar een heel mooie tweede editie Hollands Kroon Swim to Fight neerzetten.